mijn strijdbare held. En ik kan er alleen maar volmondig amen op zeggen. En zeker in deze week, mijn broer en zus, we hebben het verhaal gehoord over onze zuster die heen is gegaan. En ik hoorde het bericht van dat ze was overleden. En ik zeg, Heer, maar ik moet nog voorbereiden. Maar ik smeek aan u. Geef een boodschap van troost voor de gemeente. Want zoiets heftigs hebben we nog nooit meegemaakt. En dan komt hij met dit woord. Mijn strijdbare held. Nou, ik kan me best mooi indenken dat je denkt van ja, maar Heer, waar bent u dan? In het doodsproces. In een ander proces wat u meemaakt. En er lijkt geen antwoord te komen. U roept en u schreeuwt tot God. U sluit zich op in uw binnenkamer, maar u krijgt geen antwoord. En bijna verliest u de hoop en denkt u van ja, ach, weet je, het hoort zo te zijn, dit is mijn lot. Nee. Hoe hard wij dan ook roepen en hoe hard wij dan ook schreeuwen in onze binnenkamer, desnoods in onze auto. En in het Engels zeggen ze zo mooi. Be still and know that I am God. Wees stil en weet dat ik God ben. En misschien is het dan zo dat we door al onze zorgen, door onze pijn en onze verdriet, juist die connectie met God verliezen. Want God is een lieve God. Hij is een getrouwe God. En weet u, vandaag duiken we in hoe God strijdbaar is. En we zien het vaak in het Oude Testament, dat God fysiek naar de aarde komt om te strijden. En we zien in het Nieuwe Testament dat Jezus in het geestelijke strijdt op de aarde. Maar met dezelfde energie en met dezelfde doelstelling is om die verloren kinderen van het Koninkrijk van God weer terug te winnen. Dat is wat God wil. Dat is wat God wil. Kom. David zegt dat zo mooi. Als hij spreekt in een profetie in 2 Samuel 23 vers 2 en 3. Dan zegt hij dit. De geest van de Heere heeft door mij gesproken en zijn woord is op mijn tong. Amen. De God van Israël heeft gezegd. De rots van Israël heeft tot mij gesproken. Er komt een heerser over de mensen, een rechtvaardiger, een heerser in de vrede Gods. En wie is dat? Jezus. Jezus alleen. Niets anders. Niets anders dan alleen. En weet u, en daar gaan we zo meteen ook verder in duiken in het Oude Testament. Maar door het volbrachte werk van Jezus mogen we de strijd van God zien in het Oude Testament. Dat nog steeds geldt voor ons. Dus als God boos is in het Oude Testament, zeker geweten, door Jezus is hij ook boos nu. Door wat u meemaakt. Niet op u als persoon, maar nee, boos op de situatie. En dat zegt David zo mooi over Jezus het volgende. Dat hij, als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat, een morgen zonder wolken, als de glans na de regen, die groen laat opkomen uit de aarde. Ach, wat een liefdesgedicht en wat een profetie spreekt David uit over Jezus. Die groen laat opkomen uit de aarde. Groen,
betekent iets nieuws. Het is niet verdord. Het is nieuw, toch? We gaan langzamerhand in de tijd gaan we komen dat de natuur zich weer ontpopt. We gaan al bloemetjes zien opkomen. En zo is het ook in ons. We mogen ook geestelijk gaan staan in die nieuwe lente die God ons gegeven heeft. En hij heeft de kracht en de macht gegeven vanuit Gods troon om dat groen te laten opkomen in uw leven. Al denkt u zelf misschien, mijn hart is verdord. Als je de connectie hebt met Jezus en je hebt de connectie met God, er komt nieuw leven. Er zal nieuw leven komen vanuit uw hart. U zal een nieuwe fontein worden geopend en die dore grond, dat wordt vervuld. En uw hart is weer opnieuw groen. Groen, u krijgt vruchtbare aarde. U krijgt vruchtbare aarde. En weet je wat mooi is? U zult ook die glans na de regen, zult u uitstralen. Waarom? Omdat ik immers een kind van God ben. Als ze dit spreken over Jezus, dan mag ik het toe-eigenen. Dan mogen de mensen gaan zien van wauw, wat heb jij wat ik niet heb. Ik kan zeggen, ja, jarenlang is mijn hart door en droog geweest. Maar sinds ik Jezus heb aangenomen en ik heb gezegd, ja vader, kom in mijn hart. Daar is iets groens ontstaan, er is nieuw leven in mij ontstaan en ik mag gaan uitzaaien. Ik mag gaan geven. En ik heb al gezegd, God is in het Oude Testament fysiek aanwezig om te strijden voor zijn volk. En daar wil ik u mee naartoe nemen. En zoals gewoonlijk heb David vaak tot God geroepen. En David was ook een strijdbaar mannetje. Het was geen grote kerel. En we weten allemaal hoe de Bijbel beschrijft David. Ach, de meesten die zouden voorbij lopen, dat schaapsjongetje. Maar God zegt, nee, jij wordt de koning van Israël. Je wordt gezalfd. En je zal heersen over mijn volk uit mijn naam. Dat kleine jongetje wat mij schaapjes aan het hoeden is. Het heeft tegen beren gevochten. Het heeft tegen leeuwen gevochten. En dat had 5 stenen nodig om die reus Goliath neer te halen. Tjoe. Wat een strijdbaar iemand was dat. Waarom? Omdat hij voelde, God is met mij. En wie zal tegen mij zijn? En dan maakt het niet uit of je klein, roodharig bent. Of je bent dik met een kale kop. Het maakt allemaal niet uit. Het gaat erom wat er in je zit. En als ik voel dat God in mij is, wie zal dan tegen mij zijn? Wie? Roept het maar op. En dan zegt David dit in vers 7. Een van de zoveel keren dat hij in nood was. In mijn nood riep ik de Heere aan. Ik riep tot mijn God. Ik riep, hij zal geschreeuwd hebben. God, help mij, help mij alstublieft. In dat verdere tekst in vers 18 zullen we nog verder zien wat er allemaal gebeurt. Het staat ook zelf dat de dood om hem heen sloeg. Dan zit je ver in problemen. Maar hij roept het uit en hij zegt, Yahweh, kom alstublieft. Ik weet dat ik u gezegend ben door u. En ik weet dat ik koning ben, maar kom alstublieft. Mijn vijanden die staan als het ware voor mij. En ik kan niet naar links, ik kan niet naar rechts, ik kan niet naar voren, ik kan niet naar achter. Ik zit als een rat in de val, maar help mij. En dan zegt het volgende. Hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis. Mijn hulpgeroep voor zijn aangezicht
kwam in zijn oren. Dus God hoort u. God hoort uw pijn als u zegt, vandaag zie ik het even niet meer zitten. Ik ben in rouw. Maar Heere, kom mijn hulp tegemoet. Hij hoort. We dienen geen dove God. Oh nee, nee. Ergens staat in de Bijbel dat als wij bidden tot God, dat de Heilige Geest onze gebeden meeneemt en brengt tot de troon van God. En daarom spreek ik over mijn strijdbare held. Want eigenlijk, menselijk gezien, hebben we God, we hebben Jezus en we hebben de Heilige Geest. Maar het is een drie-eenheid dat samenwerkt. En daardoor kan ik zeggen, het is mijn strijdbare held. In vers 8 en vers 9 gebeurt er iets. Toen daverde en beefde de aarde. De fundamenten van de bergen sidderen en daverden. Omdat hij in toorn ontstoken was. Rook steeg op uit zijn neus. En vuur uit zijn mond verteerde de kolen, werden daardoor aangestoken. Hey, God zit nog op zijn troon. God is niet naar de aarde. God hoort het gebed van David. En hij is letterlijk kwaad. Moet u eens nagaan. Als wij een beeld maken van de hemel en we horen dat de straten van goud zijn, dan moet het alles toch, ja, laat ik het maar in deze tijd zeggen, bling bling zijn. Ik denk als we daar aankomen, nou, natuurlijk, dan zijn we al in een perfect lichaam. Maar als we even een kijkje in die hemel mochten nemen, nou, ik denk dat ik een dikke zonnebril nodig heb. Ik denk dat het, want het is bling bling. Dus alles is mooi, alles is prachtig. Gods troon schittert. De engelen aanbidden hem. Alles is puur en perfect. Hebt u dat beeld in uw hoofd? Hebt u die gedachte voor u? Dan is God kwaad. En er komt in dat perfecte, in de hemel wat alles zo perfect is, komt er een rook uit zijn neus. En vuur uit zijn mond. Het verteerde de kolen en die werden daardoor aangestoken. Hebt u dat beeld? God de Vader, zo perfect, zo mooi, zo rechtvaardig, wordt kwaad. Ik heb dit nog nooit gelezen. Maar als die God voor mij zou staan en vuur en rook komt uit zijn oren en uit zijn mond. Ik weet niet waar ik het zoeken moet. En dan geloof ik zeker dat we zullen zeggen, bergen, val op mij. Want die grote God, die komt in actie. Op het hulpgeroep van David. En dan in vers 18, Psalm 18, vers 10, vers 11, vers 14 en 15, wordt het volgende gezegd. Hij gaat in actie komen. Hij staat op vanuit zijn troon en hij gaat dit doen. Hij boog de hemel en daalde neer. In een donkere wolk was onder zijn voeten. Hij reed op een gerubs en vloog. Ja, hij zweefde snel op de vleugels van de wind. De Heere deed hem in de hemel donderen. De Allerhoogste liet zijn stem klinken, hagel en vuurige kolen. Hij schoot zijn pijlen af en verspreidde hem. Hij slingerde bliksemflitsen en bracht hen in verwarring. Dit is wat God in actie komt. En daarom zeg ik, door het volbrachte werk van Christus is God nog steeds dezelfde. Hij verandert niet. Dus als uw gebed naar hem toestijgt en u zegt, Heere, help mij, ik zie het niet zitten. Hij wordt kwaad. Niet op uw persoon. Nee, hij wordt kwaad
Omdat zijn kind onrecht wordt aangedaan. Omdat zijn kind het even niet ziet zitten. Is dat mijn strijdbare held? Ja, dat is mijn strijdbare held. Ik heb God nog nooit zo gezien. En daarom, denk nooit dat uw gebed te vergeefs is. Uw gebed zal altijd toegang vinden. Maar het belangrijkste is, en dat hebben we vanochtend in de ochtendbidstand heel mogen leren. Wat is je relatie met God? Als ik God voor mijn karretje wil spannen, dan zal die God ook boos worden op uzelf. Want dat wilde hij niet. Nee. We kunnen God niet voor ons karretje laten spannen. En laten we eerlijk zijn, hoe vaak gebeurt het wel? Hoe vaak gebeurt het als we schreeuwen tot God? Heere, help mij, help mij, help mij. Als u mij helpt, dan zal ik dit en dan zal ik zus en dan zal ik dat. Want dan geloof ik dat en dan... Oh. En de Heere komt, de Heere bevrijdt, de Heere geneest... En hij wacht op uw belofte. En dan zijn we in één keer niet thuis. En dat is God voor het karretje spannen. Hebt u een belofte gedaan in het verleden, terwijl u tot de Heer schreeuwde en roepte? Vandaag is het moment dat God zegt tegen u: ik ben strijdbaar. Ik wil je te hulp komen bieden. Ik heb het gedaan. Maar in een relatie verwacht ik ook dat jouw effort, jouw inzet komt. Waar is die belofte die je mij hebt gedaan? En als u het zelf niet meer weet, mijn broer en mijn zus, vandaag geloof ik ook zeker dat als we zeggen van ja, Heere, met een oprecht hart, ja, maar Heere, ik heb ooit een keer u een belofte gedaan. Maar wat is die belofte? Dat God het zal openbaren. En als hij heeft geopenbaard wat uw belofte is aan God, stap in. Stap in, mijn broer en zus. En ga niet zeggen, nou dank u wel, mijn God. Dank u wel dat u dit geopenbaard hebt. Maar ik heb dit, ik heb zus, ik heb zo, ik heb dat, bla bla, 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 bla. En er komt weer een berg met excuses. Wat gebeurt er dan? Dan gaat u weer God voor uw karretje spannen. Hij is een getrouwe God. En die elastiek van hem is heel erg lang. Maar er komt een moment dat die elastiek klapt. En dan komt die kracht van die elastiek komt in your face. En wat dan? Ga je dan weer te roepen tot de Heer? Ja, maar Heer, help mij. Die tijd is voorbij. Jij hebt mij te veel beloftes gedaan. En ik zie niks. Vandaag gaat hij kloppen aan uw hart. En ik weet niet waarom ik het moet zeggen. Want dit staat helemaal niet in mijn voorbereiding. Maar God attendeert dan ons. Wil je een relatie met mij? Dan is het in voor- en tegenspoed. Ik zal het meeste dragen. Maar wat jij moet dragen, doe dat in alle eerlijkheid. Ja. Dan gaan we verder. In vers 17 en 18. Die God die komt van zijn troon af. Hij buigt de hemel en hij helpt David. En dan zegt vers 17 en 18 zegt het volgende. Hij stak zijn hand uit van omhoog. Hij greep mij, trok mij uit grotere wateren. Hij redde van mijn sterkste vijand en van wie mij haatte.
opdat zij machtiger waren dan ik. Hij komt met zijn krachtige hand. Trekt u uit de miserie. Trekt uit uw put van ellende. En positioneert zich als een rechtvaardig kind van God, waar u opnieuw de autoriteit hebt gekregen. Hij brengt u in positie. Dit is God. En daarom, hij acteert altijd op onze gebeden. Is het zoals wij het willen? God is God. God is God. Hij doet het op zijn manier. Als ik maar besef en ik weet en ik ben ervan overtuigd, wat hij doet is goed. Amen. Hij is met ons. En dat is ook het mooie van Matteüs 1, vers 22 en vers 23. Dat wist je niet, hè? Mijn zus had het vanochtend in het ochtendbid stond daarover. En ik had één grote glimlach. Ik denk, yes, bevestiging. Dit alles is geschied, opdat het vervuld werd door de Heere gesproken is, door de profeet, toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden, een zoon baren, en u zult hem de naam Emmanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Altijd is God met ons. Uw bergen kunnen zo hoog zijn. Uw dalen kunnen zo diep zijn. U hoeft alleen maar te zeggen, Emmanuel. En u zegt dat God is met mij. God is met mij. Halleluja. Halleluja. Ondanks alles roept God ons op om niet bezorgd te zijn. Lucas 12 geeft die oproep om niet bezorgd te zijn. Lucas 12 vers 31 en 32 zegt het volgende. Maar zoekt het koninkrijk van God. En al deze dingen zullen u bijgegeven worden. Wees niet bevreesd. En dit spreekt God nu tot ons. Wees niet bevreesd, kleine kudde. Want het heeft uw vader behaagd u een koninkrijk te geven. En te geen morgenlicht. We zijn geen gemeente van 5000 personen. Gaat gebeuren? Kan gebeuren? Ik zeg daar amen op. Niet omdat we het kunnen zeggen van wauw, en te geen morgenlicht. 5000 mensen in de. Nee. 5000 harten die gered zijn. Om dat koninkrijk te mogen beërven. Maar als we naar ons heen kijken, dan zijn we een kleine kudde. Ja, toch? Maar ja, God zegt tegen u en tegen mij, want het heeft uw vader behaagd, u het koninkrijk te geven. U, als u uw geestelijke paspoort ziet, en dan niet zeggen, is mijn paspoort al getekend? Daar moet in staan, royalty. Van de Allerhoogste Heer. Van de Allerhoogste Koning. De Heer der Heren. Er is geen andere God dan Hij alleen. Geen andere God. Daarom is het zo mooi dat het van kaft tot kaft over Jezus gaat. Mijn vader. In het moment, ongeveer anderhalf jaar geleden, dat ik mijn eigen vader verloor,
ik heb geen papa meer. Maar ik kon zeggen, Heer, des te meer besef ik dat u mijn hemelse vader bent. Geen één moment. Tuurlijk, ik heb verdriet om mijn vader. Maar hij is mijn strijdbare held. En ik mag mijn tranen op een schaal leggen. En ik mag het aanbieden aan die hoogste God. Pardon. En zo zijn het ook met onze gebeden. Zullen we onze gebeden op een schaal leggen en hen die eer geven en die eer zeggen, hier, Abba Vader, alstublieft, dit ben ik. Al mijn slechte dingen, al mijn goede dingen, dit ben ik. Ik wil vandaag opnieuw die relatie. En we hebben al een paar maal mogen horen in seriereeks over die goede herder. We hebben het vandaag in de ochtendbidstond ook gehoord over relatie bouwen. En ik denk het niet. Ik weet zeker dat Gods hart klinkt vandaag. En tegen het morgenlicht, ik wil relatie met jullie. Ik wil relatie bouwen, ik wil relatie bouwen. In het bidden en in het vasten, daar leer je God kennen. Hij zal openen, maar hij zal ook sluiten. Hij zal geven en hij zal nemen. Maar het belangrijkste is, ik wil relatie met je. Ik wil relatie met je. En daarom is het zo mooi in Johannes 14, vers 1 en 2. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij, zegt Jezus. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Mijn broer en zus, hetzelfde wat ik over mijn vader gezegd heb, dat zeg ik nu over onze zuster Isaiah. Ze was een pareltje in onze gemeente. Op haar eigen manier scheen ze in onze gemeente. Maar God heeft het pareltje nodig om die hemel nog een stukje mooier te maken. En Jezus heeft gezegd, mijn zus, mijn dochter, je huis is klaar. Je huis is klaar, kom maar. Kom maar naar mij toe. En daar is ze nu in perfectie. Ons voorgaande om die hemelse vader te mogen zien van oog tot oog. En hem de eer te geven, te worshipen, hem te aanbidden. Deze week nemen we afscheid van het vleeselijke. En weet u, het vleeselijke wat wij zijn, het is een tussenstation om naar het eeuwige toe te gaan. Alles, maar dan ook letterlijk alles, zal op deze aarde vergaan. Mijn mooie Harley, waar ik ontzettend trots op ben, kan mij niet naar de hemel brengen. Mijn lieve vrouw, waar ik mee getrouwd ben, kan mij niet naar de hemel brengen. Ik kan haar niet naar de hemel brengen. U kan mij niet naar de hemel brengen. En ik kan u niet naar de hemel brengen. Dat is wat u zelf persoonlijk moet doen. U moet zelf persoonlijk die stap nemen om te zeggen van ja. Ten eerste te zeggen, hij is mijn strijdbare held. En daarom, broeders en zusters, aan het eind van dit woord gaan we een lied op de beamen spelen. Daar kunt u al uw emotie in kwijt. Alles. Maar voornamelijk zeg. Proclameer. Sta op. En zeg, ik wil een nieuwe relatie met u, Heer. En ik wil u aannemen. En ik wil u accepteren als mijn strijdbare held. Kijk niet wat een ander doet. Maar kijk naar het hart wat God tegen u zegt.